Ja. Heb je een goede reis gehad? Wij zijn ontzettend blij dat je hier bent. Zoek er maar aan uit. Kom. Hey. Nou, nog een naam, hè? Sniff. Hoi, ik ben Tom van Kalmthout. En ik ben Vivian van Huijden. En dit is de making-of van Snuf de Hond. We zijn begraven. Wat moet dat? Help me dan! Snuf! Tom, die woont in Rotterdam met zijn ouders. En tijdens het bombardement in de Tweede Wereldoorlog komen zijn ouders om het leven. En ja, dan heeft hij eigenlijk niets meer. Als hij een wees, gaat hij dus naar het platteland. Boerderij in Friesland. Wat ben je doel? Tom, zeg eens wat, jongen. Ik spreek geen Duits. Naar zijn oom, Tjerk. Hij heeft het niet naar zijn zin, hij is niet gelukkig. En hij voelt zich heel alleen. En wil wraak nemen op de Duitsers. Laat hem los! Laat hem los! Tom, gebruik je verstand. Ja, dan probeert dus Bouke, die probeert hem op te vrolijken door een hond van te halen. Zoek hem eruit. Nou, nog een naam, hè? Sniff. Ja, dan worden ze dikke vriendjes. Kijk eens. Later ontmoet hij dus ook nog Mirjam, een Joods meisje. Mirjam Wijsman, de rol die ik speel, die zit ondergedoken op een andere boerderij en die wordt ontdekt door de Duitsers. Bij Boesap, alles staat in de hens. Dus ze zit daar met haar opa en oma en nou, die worden meegenomen en zij weet te vluchten. Waar is dat meisje? En Tom ziet dat allemaal en probeert Mirjam dan te helpen. En dus gaat Mirjam ook onderduiken bij Tom op de boerderij. Ze zijn nogal koppig tegen elkaar. Ik ga met jou mee. En trouwens, je redt het toch niet alleen? Oh nee? Moet jij eens opletten. Kapitein Haaksma, een vliegenier uit Engeland. Die verbrandde levend. Die komt aangevlogen met een parachute. Hij is gesprongen. Tom vindt hem. Haaksma. Tom, een Nederlander wel die ook op de boerderij komt onderduiken. En? Staat hij goed? Vond je uniform mooier? Wat een mooie hond is het toch. Wat een prachtbeest. Drie of vier honden willen we graag gebruiken. Want je merkt ook dat sommige herdershonden sterallures hebben. Dus stel je nou voor dat zo'n hond dan streken uithaalt op zijn draaidag. Dan moeten wij stil liggen. Dat willen we natuurlijk niet. Dus dan gaat die hond maar de trailer in. En dan pakken we gewoon hond 2 of hond 3. Ze moeten sprekend op elkaar lijken. Zonder Snuf geen film. We hebben drie honden gebruikt. Jordi. Waar is de baasje? Dat is echt een zwemmer. Statisch. Dat vond ik altijd heel leuk. En Doex. Oscar. Ja, dat was de hoofdhond, die gebruikten we het meeste. Die kon leuk blaffen. Hij is nog vaak zo. Die gebruikte altijd voor de blafscènes, voor de antwoorden, zeg maar, van... Hey, Snuf, zullen we daar naartoe gaan? Vivian is daar door het moeras heen gezakt. En hadden ze een hele stellage gemaakt, dat zo langzaam naar beneden... ging. Dat is de allerlaatste scène die we hebben opgenomen. Dus het was helemaal donker en er was één lamp. Het was al een enge sfeer. En dan kom ik erbij. Weer! Snuf, help me! Snuf die hielp ook, want ik gooide zeg maar, touw naar haar. Dus hij pakte touw vast. En Snuf die beet zeg maar, in het touw en die ging ook trekken zo. Want ja, alleen met jouw kracht. Het lukt het natuurlijk niet. Ja, want jij bent zo'n beer. Ik ben heel zwaar natuurlijk. Want toen zei hij alleen, niet gaat het of zo. Nee. Hij zei... Heb je de kaart? Ja, heel romantisch. Briljant. Verder nog iets? Nou, ik denk een film met een hond in erin is natuurlijk al heel speciaal. Dat is eigenlijk... niet echt in Nederland gebeurt. Het gaat over vriendschap. Vriendschap niet alleen tussen de mensen, maar ook vriendschap tussen een hond en een mens. Dat is gewoon heel speciaal. En ja, het is natuurlijk een zwaar onderwerp, Tweede Wereldoorlog, maar het is wel voor kinderen ook gericht. En daardoor is het wel een hele speciale film en heeft het ook wel iets om er naartoe te gaan om te kijken. Dus ik denk dat het een hele mooie film is om naartoe te gaan.